Hoi, goedenavond. Doel van deze vergadering? Doel van deze vergadering is dat de Raad een besluit neemt over het advies van de vertrouwenscommissie om een burgemeester voor te dragen bij de minister om te benoemen als burgemeester van Baren. Dus de Raad die gaat eerst in beslotenheid vergaderen, omdat zolang de Raad nog niet besloten heeft de namen nog niet naar buiten mogen komen. Zodra de Raad een knoop heeft doorgehakt over wie er voorgedragen gaat worden, dan hebben we een openbare vergadering waar de gelukkige kandidaat die voorgedragen gaat worden, die wordt dan genoemd. En dan mag dus iedereen weten wie de nieuwe burgemeester van Baren wordt. Ik open deze vergadering van de Raad van de gemeente Baren. En dan gaan we nu over naar agenda punt 2, dat is de aanbeveling van de nieuwe burgemeester. En het woord is aan de heer Genuïet, voorzitter van de vertrouwenscommissie. Meneer de voorzitter, dank u wel. Geachte voorzitter, raadsleden, leden van het college en belangstellenden. De vertrouwenscommissie heeft zich de afgelopen maanden intensief bezig gehouden met de selectie van een nieuwe burgemeester voor Baren. En met gepaste trots presenteert de commissie het resultaat van dat werk in de vorm van het advies dat staat in het beslispunt 1 van het raadsvoorstel waarover de raad vanavond een positief besluit heeft genomen. En aangezien niet iedereen dat raadsvoorstel al voor zich heeft, zal ik dat beslispunt 1 even voorlezen. Aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het ambt van burgemeester van Baren, de heer Jonkheer M.A. Roel, geboren 31 augustus 1965 te Rotterdam, woonachtig te Woudrichem. De vertrouwenscommissie bestaat uit de fractievoorzitters van de partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn, te weten de heer Alal Enahaghi, André van Rossum, Frans Luiten, Hans Geurtsen, Kees Koudstaal, Peter Blokker, Theo Stro, Tine Snijders en ondergetekende Wim Genuïet. Verder heeft de commissie 3 adviseurs, mevrouw Janne Pijnenborg, raadsgriffier en secretaris van de commissie, mevrouw Petra Lazeur, wethouder, en de heer Abdou Najib, gemeentesecretaris. In het raadsvoorstel wat voorligt wordt uitvoerig uiteengezet hoe de vertrouwenscommissie te werk is gegaan, welke selectiecriteria zij gehanteerd heeft en hoe de commissie tot haar aanbeveling gekomen is. Ik wil dat voorstel niet helemaal voorlezen, maar ik wil er een paar punten uitlichten. Bij het opstellen van de profielschets voor de burgemeester van Baren heeft de commissie zich laten bijstaan door een extern adviseur. Op 27 oktober jongstleden heeft de raad de profielschets vastgesteld nadat de Baarnse inwoners op de conceptprofielschets hebben kunnen reageren. In de profielschets staan naast algemene basiscompetenties die elke burgemeester nodig heeft, 3 specifieke eigenschappen waarover de nieuwe burgemeester van Baren moet beschikken. Te weten, inlevingsvermogen, bindend vermogen en vernieuwend vermogen. De vertrouwenscommissie heeft de profielschets gebruikt als leidraad bij de beoordeling van alle kandidaten. Op 26 januari heeft de vertrouwenscommissie op het provinciehuis inzage gehad in alle 40 reacties op de vacature. De voorselectie die de commissaris van de Koningin met de chef kabinetszaken gemaakt heeft, is grotendeels overgenomen en de vertrouwenscommissie heeft besloten om 10 kandidaten uit te nodigen voor een eerste gespreksronde. Ter voorbereiding op de gesprekken heeft de commissie een gesprekstraining gevolgd die door de commissieleden als zeer nuttig is ervaren en die zijn waarde in de praktijk ruimschoots bewezen heeft. Op basis van de eerste gesprekken heeft de commissie besloten om 4 kandidaten uit te nodigen voor een tweede gesprek. En na afloop van deze gespreksronde heeft de commissie besloten om 2 kandidaten een assessment te laten doen. Alles overwegende is de vertrouwenscommissie unaniem van oordeel dat de heer Mark Roel, thans wethouder in Woudrichem, de beste kandidaat is voor de functie van burgemeester van Baren. En we zijn als commissie blij dat we de heer Roel hier kunnen voordragen. Nu moet ik vragen of de leden van de raad dan nog iets willen aan toevoegen, schuine streep opmerken. Ik ga er eigenlijk vanuit dat dat niet het geval is. Dat blijkt juist te zijn. Ja, heer Blok. Nou, even heel kort. Als lid van de vertrouwenscommissie
De Vertrouwenscommissie in het algemeen is natuurlijk al een enige tijd bezig geweest met het zoeken naar een geschikte burgemeester voor onze gemeente. Nou goed, de voorzitter heeft de naam bekendgemaakt. En ik wil in ieder geval van de gelegenheid gebruik maken om alle inwoners van het dorp te feliciteren met deze nieuwe burgemeester. Wij hebben het volste vertrouwen in een jonge vent, 45 jaar, met nog kinderen. Dus hij weet van veel zaken en wens hem hierbij even onder voorbehoud of onze majesteit akkoord gaat met de voordracht. Maar in ieder geval veel succes en wijsheid. Dank u wel. Dank u zeer. Ik zag de hand van de heer Gussen. Ja, meneer de voorzitter, ik wil nog wel eventjes benadrukken dat die vertrouwenscommissie ook een voorzitter had. En ik denk dat ik namens de hele vertrouwenscommissie spreek, Wim, ontzettend bedankt voor de wijze waarop je dat gedaan hebt. Het verdient een groot compliment hoe je met een moeilijke groep fractievoorzitters bent omgegaan. Dank je wel. Dank. Dan gaan wij nu over tot besluitvorming. Er ligt een voorstel voor. En het is unaniem, dat is heel mooi voor de nieuwe burgemeesterskandidaat, laat ik maar zo zeggen, want het is een aanbeveling op dit moment. Ja, heel uit. Ja, anders gaat het allemaal zo snel, voorzitter. Ik heb één vraag. De vertrouwenscommissie en de verordening op de vertrouwenscommissie op te heffen per 1 november 2011. Daar wil ik graag nog even toelichting over hebben. Rivier. De nieuwe burgemeester te kunnen begeleiden, hebben we 4 jaar geleden ook gedaan bij de benoeming van de toen nieuwe burgemeester. Zodat de geheimhouding ook overeind blijft gedurende die periode waarin wij de nieuwe burgemeester ontvangen en wegwijs maken in Paren. Dank u zeer. Nog anderen? Zo niet. Dan vervolg ik mijn voorstel met u voor te stellen om zonder hoofdelijke stemming en met algemene stemmen tot het volgen van het advies over te gaan. Stemt u daarmee in? Zo ja, dan is de kandidaat, en dan zal ik dat even heel goed zeggen, de heer Jonkheer M.A.R.O.L. wordt unaniem voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Baren. U mag applaudisseren wat mij betreft. Dank u voor uw aanwezigheid, voor uw bijdrage aan besluitvorming. Ik wens u wel thuis. En voor de aanwezigen op uw publieke tribune, de vertrouwenscommissie gaat nu de heer Roel bezoeken. Vergadering is gesloten. Het is woensdagavond even na 8. Het is de 16e van februari en we hebben 2 bijzondere vergaderingen gehad. En meneer Genuit, die weet er alles van. Ja, we hebben inderdaad 2 vergaderingen achter elkaar gehad. Eerst een besloten vergadering, waarin de gemeenteraad een besluit heeft genomen over wie er voorgedragen gaat worden als nieuwe burgemeester van Baren. En dan voorgedragen bij de minister, want de minister die doet de uiteindelijke benoeming. En daarna is er een openbare vergadering geweest waar deze naam genoemd is, zodat iedereen nu kan weten wie de nieuwe burgemeester van Baren is, wordt. En dat is de heer Mark Roel, die momenteel wethouder is in Woudrichem. Woudrichem, nou dat is niet echt ver. En in welke hoedanigheid bent u hier vanavond? Want ik weet het wel en nou willen de kijkers en de luisteraars het ook graag weten. Ja, ik ben voorzitter geweest van de vertrouwenscommissie die het selectieproces heeft gedaan. De vertrouwenscommissie bestaat uit de fractievoorzitters van alle politieke partijen die in de Raad van Baren zitten. En wij werden bijgestaan door 3 adviseurs, onze eigen griffier, een van de wethouders, Petra Lazeur, en de gemeentesecretaris Abdul Najib. En er hebben natuurlijk heel veel kandidaten gereageerd en dan naar uw commissie toe, neem ik aan. Nee, de kandidaten die reageren naar de commissaris van de Koningin, want die zet de advertentie in het staatsblad. En de brieven zijn dus gestuurd naar de commissaris van de Koningin. De commissaris van de Koningin die heeft samen met zijn kabinetchef een soort van voorselectie gemaakt. Een advies aan ons wie hij benoembaar acht en wie hij minder geschikt acht. We zijn daar een ochtendje op bezoek geweest op het provinciehuis. Daar hebben we alle 40 brieven gezien die binnengekomen waren. Wij hebben het advies van de commissaris bijna helemaal overgenomen. En we hebben uiteindelijk 10 kandidaten uitgenodigd voor een eerste gespreksronde.
Ik vraag me af, er zijn er 30 afgevallen. Maar waarom vallen dat soort mensen af? Omdat ze niet voldoen aan de eisen die wij gesteld hebben in onze profielschets. Een hele schets gemaakt. Ja, wij zijn ermee begonnen.